wij ondernemers kunnen heel goed plannen maken. We kunnen heel goed ideeën bedenken. Daar zijn we master in, toch? Hoe zou je het willen? Een plan hier, een plan daar, een idee hier, een idee daar. Ja. En vervolgens komt er niks van. Want toen ik vorig jaar in Amerika was, bij Russell Brunson. Hij is een van de grote marketeers van Amerika. En hij liet mij de billionaire code zien. Nou, de meeste VA's die kennen inmiddels de billionaire code wel, hè. De billionaire code die laat zien dat er een schuine pijl naar boven is. Dit zijn de wensen, verlangens, ideeën van ondernemers. Maar dit is wat ze daadwerkelijk doen. Hier tussen, daar ligt een heel groot gat. Dat is wat ik vandaag met jullie wil bereiken. Om invulling te gaan geven aan dat gat, om je ideeën om te zetten naar daadkracht. Om groter te gaan denken, durven en doen. Ik zie heel vaak ondernemers die fantastisch werk leveren. Die zorgen voor grote resultaten en die zichzelf echt heel erg klein houden. En dan geef ik graag die liefdevolle schop onder de kont. Zeg, kom op. Zoals ik die ook heb gehad, ik voel hem nog. Maar het werkt echt. Dus schrijf eens voor jezelf op. Zonder belemmerende overtuiging. Laten we die even buiten de deur houden. Hoeveel vrijheid wil jij hebben in jouw bedrijf? En wat schuurt er nou in jouw bedrijf? Welke negatieve overtuiging houden jou tegen om dat nu te veranderen? Schrijf eens op, is deze gedachte waar? Kun je 100% zeker weten dat die gedachte waar is? En wat is de tegenovergestelde gedachte van de gedachte die je tegenhoudt? En schrijf dan eens een voorbeeld op van iets in jouw leven waarin je ook zo'n negatieve gedachte had als deze. En waarin iets wel is gelukt.